business home van de voetbalvereniging Nunspeet gaan we napraten over de laatste thuiswedstrijd voor Nunspeet. Vandaag tegen de WHC. 0 tegen 0 was de ruststand en uiteindelijk 5 doelpunten vielen allemaal in de tweede helft. 2 tegen 3. De overwinning is naar Wezep gegaan. Napraten dus met de beide trainers Julian Mossing-Holstein en Marcel Boudestein. En hier is natuurlijk de trainer van de gasten. Julian, mijn eerste vraag eigenlijk is, met het oog op de na-competitie waar je al verzekerd van was, toch in een behoorlijk sterke opstelling, neem je daarmee geen risico's? Ja, misschien wel, maar ik denk dat je een groot risico neemt als je een wedstrijd speelt waarbij je niet van, waar je niet van kan genieten, waarbij je door de ondergrens gaat. Ik vind het gevoel heel belangrijk. En ik wil ook een mentaliteit bij de jongens zien dat ze zich realiseren wat op het spel staat. En ik denk dat het goed is dat je met een goed gevoel de na-competitie ingaat. En ik heb Nunspeet als team hoog zitten. Ik vind dat een sterke tegenstander. Zeker in de derby die wij dan tegen ze spelen. En ik wil hier gewoon in ieder geval een lekkere wedstrijd spelen. Ik had niet verwacht dat we zomaar zouden winnen. Dat deden we uiteindelijk ook niet. Maar ik vond gewoon een lekkere pot spelen. Scherp, hè? Want dan loop je kaart op en je loopt blessures op. Vandaar de keuze. Ja, 0 tegen 0 bij de rust. Maar het had ook heel anders kunnen zijn. Ja, we hebben allebei gezien dat scoren toch het moeilijkste onderdeel van het spelletje is. Daar verbazen we ons wel eens over, maar het blijkt toch inderdaad gewoon wekelijks weer grote kansen gemist worden. Volgens mij wel een paar hele mooie kansen hadden in de eerste helft, maar ook Nunspeet kreeg zeker wel een paar. Ja, 0-0. Ik vond geen topwedstrijd vandaag. Ik kon wel zien als trainer zo dat het net allemaal net niet scherp was. Ja, voor mij uiteindelijk prima. Marcel, je had toch een wedstrijd waar wel wat prestige op het spel staat. Altijd een derby waar we hopen dat het er vanaf spat. Maar het wilde niet, hè, de eerste helft. Nee, wil je onder terecht zeggen, de eerste helft was een beetje aftasten. Wij met name in de eindpaas niet goed, waardoor we eigenlijk vond ik de eerste helft niet zo heel veel kansen creëren. Verder volgens mij gaat het ook niet zo heel veel weg. En de tweede helft, dat vielen de kansen en de doel. Ja, en dan op een gegeven moment. Doelpunt uit de strafschop, dan is het vrij snel daarna weer gelijk en dan begint er eigenlijk pas een wedstrijd. Ja, ik denk dat wij na de 1-0 een hele grote kans krijgen op de 2-0 met 1-0. Dat is misschien de wedstrijd gooien in het slot, maar nu niet. Jero Poot zei tegen mij van deze wedstrijd karakteriseert misschien het hele seizoen. En dat denk ik ook dat het zo was. We vragen de trekker over te halen voor de 2-0. We stonden niet helemaal goed denk ik bij de 1-1. Een paar momenten ervoor zagen we al. We zagen mij het komen vanaf de bank. Ja, dan is het inderdaad 1-1. Dan wordt het 2-1 voor WHC. En dan kunnen we daarna terugkomen op 2-2. Nou, dat lukt niet. Maar ik vind wel dat we blijven knokken zijn voor een goed resultaat. En dat ik nog complimenten geven. Het wordt 3-1 op een gegeven moment, Wiljan. Dan lijkt de wedstrijd toch gespeeld, hè? Ja, we weten dat een goal krijgen en op 3-2 komen, dat weer allerlei energie plaatsvindt bij de tegenpartij. Voor mij was er een moment om jeugdspelers te brengen. Jongens die al een tijdje met ons meetrainen en waar wij het signaal willen geven van jongens, als je het gewoon goed doet en je hebt de goede kop erop zitten, dan ben je echt in beeld en dan zien we je ook. Dus dan zie je wel dat die jongens een beetje zwemmen op het middenveld. Zeker in die fase vond ik weer iets sterker op het middenveld. De afstanden waren veel te groot. Maar het is wel goed voor die jongens om dan te weten van wat er gebeurt als afstanden te groot zijn en tegen volwassen kerels spelen. Dat was voor mij na de 3-1 was dat het signaal en dat was prima. Het was een heerlijk duel om naar te kijken, toch, ondanks dat jullie op 3-1 voorsprong stonden. Want Nunspeet bleef komen, werd het toch nog spannend in die slotfase. Ja, weet je, het mooie is dat als je een wedstrijd bekijkt als supporter of als businessclub lid, dan ben je uiteraard ook supporter. Dan bleef je vaak wel heel anders dan dat ik hem beleef, hoor. Ik vond het niet zo'n geweldige wedstrijd om naar te kijken. Ik vond het allemaal net niet scherp genoeg. En als één ding belangrijk is bij het WHC onder mijn leiding, dan vind ik dat scherper moet zijn. Fouten vind ik erg. Het moet wel scherp zijn en dat was het vandaag niet. Afstanden waren te groot, aannames waren verkeerd, we lieten het af en toe wel eens gebeuren. En uiteindelijk moet je dan nog wel blij zijn dat je wint. Maar... Ja, maar als publiek kwam er op een gegeven moment, nadat het gescoord was, nadat het 1-1 stond, veel meer beleving in de wedstrijd. Ja, dat denk ik wel. En dan zie je ook wel dat als het 1-1 wordt, dat, tenminste dat zag ik, af en toe wel eens gekleurde bril op. Maar ik zag wel dat we op dat moment wel even iets meer gas gaven en dat we ook weer gevaarlijker werden. Dan maken we ook weer de 2-1. Dat vond ik wel mooi om te zien, maar waar ik vooral blij mee was, hè, want je gaat naar zo'n wedstrijd toe als vandaag. Hè, er zit nogal wat historie op Nunspeet, WHC, WHC, Nunspeet. Daarna heb ik even bij de jongens in de kleedkamer geweest, gewoon gezegd, joh, weet je, we hebben gewoon lekker pot gespeeld, we hebben fijn gespeeld, we hebben geen geouwehoer gehad met elkaar. Dat vind ik ook wel fijn. Marcel, we hebben je ook geregeld langs de lijn zien staan, dat je behoorlijk deed gelden.
Ja, ik ben een sportman en zelfs als ik een spelletje tegen mijn kinderen speel, wil ik altijd winnen. Dus ondanks dat er voor ons deze wedstrijd niet meer zo heel veel op stond, ja, wilde ik gewoon deze wedstrijd winnen. En ik, het is net wel net niet de wereld van verschil. Ik zeg tegen de jongens, het is de laatste wedstrijd van het seizoen. Zorg dat je goed afsluit, vakantie. En voor mij voorlopig de laatste wedstrijd als trainer. Dus joh, voor mij ik wilde gewoon die wedstrijd winnen. Dat, ik vond ook dat het erin zat vandaag. Maar ik wilde niet om erin te krijgen, hè, die laatste goal. Nee, maar ja, ik bedoel, kansen die, wat de Heuren al zei, die worden soms gemist. En dan denk je, joh, schiet niet zo hard. Schiet gewoon in het hoekje. Dan, en dat konden we vandaag een paar keer doen. Maar helaas mocht het dit seizoen in ieder geval vandaag niet zo zijn. Nou, ik hoop dat die jongens daarvan leren en dat volgend jaar iets beter doen. Ja, voor jou stopt het als trainer. Hè? Je gaat tijdelijk laat je het trainerschap even voor wat het is, omdat je andere activiteiten prioriteit geeft. Train je nog door met Nunspeet of stopt het hier gewoon? Nee, we hebben in principe dinsdag hebben afscheid en daarna laat ik het over aan Freddy. Die zal wel ergens in juni weer misschien een aantal weken willen beginnen. En ik denk dat ik dat het goed is. Maar hoe ga je afscheid nemen van de groep? We hebben dinsdag een etentje in een restaurant waar Gerco begonnen is. Dus we gezellig samen zijn en dan op goede manier afsluiten. Kunnen ze allemaal met openbaar vervoer komen? Ja. In ieder geval. William, voor jullie houdt het niet op, want de na-competitie wacht. En voor zover ik heb begrepen zijn onder Vesten en Oranje Nassau Groningen daarin de tegenstanders. Ja, dat is correct. Ja, we spelen zaterdag thuiswedstrijd tegen Oranje Nassau. En daarna spelen we gaan we uit naar OM. En de vraag is, als je zaterdag wint, dan speel je op zaterdag. Win je hem zaterdag niet, dan speel je op dinsdag een uitwedstrijd in Groningen. Maar je gaat dus voor twee keer de zaterdag? Of course. Ja, dat mogen duidelijk zijn. Maar dan ben je er nog niet, hè? Nee, we spelen, als we hem helemaal rondmaken, spelen we daarna, als we de pool winnen, dan spelen we daarna nog een uit- en thuiswedstrijd in de finale. En dan is het klaar. En dan is het klaar, dus nog vier wedstrijden max. Ja, klopt. Hoe hou je die groep zo gemotiveerd na zo'n lange competitie? Nee, dat weet ik niet. Gewoon doorgaan, ik neem aan dat de gasten net zozeer, maar ze geven net recht aan sportmensen willen winnen. En we hebben wel wat trucjes, maar het seizoen was zo lang en we hebben zoveel trucjes moeten toepassen dit jaar. Dus ik weet het niet. Ik denk dat het niet nodig is. Ik denk dat ze het ook graag willen. En uiteindelijk is innerlijke motivatie is het beste wat je kan hebben. En ook deze gasten zouden het ook hebben gegeven in de na-competitie. Voor mij als trainer allemaal niet zo moeilijk. Belangrijk is om te vinden, constant die energie te vinden. En dat is wel lastig. Dat zagen we vandaag, dat zagen we vorige week tegen SVZW. Nou ja, nu gaat het beginnen. Nu is de enige prijs die we dit seizoen nog kunnen pakken, die ligt er nu. Dat is maar vier wedstrijden. Dat is op zich niet veel, hè. Dus, goed dan. Is het seizoen een beetje geworden wat je ervan verwacht had? Nee. Meer? Ja, ik had niet verwacht dat wij vorig jaar de club op doelsaldo niet gedegradeerd, althans niet in de na-competitie terechtgekomen. Dan ga je kijken. En dat kun je zelf niet, hè, want ik zat op dat moment bij Flevoboards. Maar dan ga je kijken, dan laat je andere mensen analyseren, dan ga je wat vragen stellen. En dan maak je een beeld van hoe die groep erbij staat. En dan ga je heel bewust ga je jongens toevoegen. En ik denk dat we dat heel erg goed hebben gedaan als club. De juiste mensen bij deze groep spelen zetten. En ja, weet je, als je dan tot het laatste moment meedoet op het kampioenschap. En heel overtuigd moet tweede periode pakt. Dan doe je dat beter dan dat ik vooraf had durven komen. Dankjewel, veel succes in ieder geval in de na-competitie. Ja, Marcel, hier eindigt het voor wat betreft jouw activiteiten voor Lunspeet. Ja, nou ja, ik heb 2,5 jaar gewerkt met heel veel plezier. Je weet nooit hoe het gaat, maar je weet, voorlopig is het geen Lunspeet meer voor mij. Je mag kijken volgend jaar een jaartje zonder trainen. Kijken hoe dat bevalt. Misschien bevalt het wel goed dat je me nooit met rust ziet op het trainingsveld, maar dat moet ik gaan ervaren. Oké, okay, wens je in ieder geval veel succes de komende tijd. En wellicht dat we je inderdaad nog eens terug gaan zien. Dankjewel. Applaus voor Marcel!